orde is, ja, dan moeten we doorpakken. Want zoals Mark Rutte ook zei, volgende week weten we dat die cijfers verdubbeld zijn. Ja. En doorpakken is dan eigenlijk de maatregelen die, waarvan zij nu zeggen, die gaan we aanscherpen, dat zijn er te weinig. Want dan worden de besmettingen te groot en we kunnen het blijkbaar dan vervolgens niet traceren. Nou ja, ik ben heel blij dat het regionaal is, hè, want ze kunnen heel duidelijk zien waar die besmettingen zijn. Maar dan moet je in die regio's wel doorpakken. Want wij hadden gisteravond in Rotterdam, hebben we de eerste telefoontjes met elkaar gehad van jongens, de ziekenhuizen beginnen nu wel langzaam weer vol te druppelen. En dan gaat het gelijk schuren met het leveren van de gewone zorg. Maar dat is meteen een flashback naar maart. Hè? Als u telefoontjes krijgt, zo begon het toen ook. Diederik, het loopt hier een beetje vol, bij jullie zelf. Ja. De Erasmus in Rotterdam loopt het een beetje vol. Ja. We zitten nu in september. Hoe is het mogelijk dat we dit niet op orde hebben? Ja, daar zat ik daarnet ook over na te denken. Hè? Want we wisten dat we ons goed moeten voorbereiden. We hebben als ziekenhuizen allemaal plannen gemaakt. Die liggen ook allemaal klaar. Zijn we ook klaar voor? Ja, ik verwacht dat dan ook van de GGD. En tuurlijk, hè, iedereen doet knijter zijn best. Mm-hmm. Maar vorige keer hadden we te weinig mensen. Toen waren er te weinig stokjes. Nu zijn het dan te weinig laboratoria. Ja, dan denk ik, ja jongens, maar dan moet wel doorgepakt worden. Nu kun je niet tegen mensen zeggen, ja, je moet je bij klachten melden. Maar eigenlijk de komende 3 dagen kan je je niet aanmelden. En als je je snel wilt testen, moet je 100 kilometer rijden. Dat gaat. En dat is toch gek, hè? Want het kabinet weet dat dat niet op orde is. En toch zeggen ze, het bron- en contactonderzoek is de kurk waar het hele beleid op drijft. Ja. Dat is, als je de woorden van Hugo de Jonge, de vicepremier, moet geloven, op dit moment niet op orde. Ja, dat zegt hij. Wat had de consequentie moeten zijn? Wat had de premier en wat had Hugo de Jonge wel moeten zeggen vanmiddag? Wat was het eerlijke verhaal geweest? Nou, ik denk dan dat je dan moet zeggen, we moeten nu strenger zijn. Maar zodra we dat in orde hebben, kunnen we het weer wat versoepelen. Ik zou dan doorpakken. Tenminste, als intensivist zouden wij dan zeggen, we pakken nu stevig door om het daarna sneller weer los te krijgen. Maar even concreet, wat betekent dat? Ja, wat had hij dan moeten zeggen? Wat is doorpakken in uw... Nou, ik denk dat je dan regionaal in een soort light lockdown had moeten gaan.